Telezuur heeft onlangs het Korps Districtscommissarissen geïnformeerd over zijn nationaal breedbandproject TNBB. Bij die bijeenkomst op het Telezuur hoofdkantoor waren onder andere aanwezig de Telezuur directie en de projectdirecteur van het TNBP, Dorik Ramlakan. Telezuur hield de DC's eerst de bedrijfsstrategie voor. Daarna werd ingegaan op de noodzaak van het TNBP, ingegeven door de toenemende vraag naar bandbreedte, de digitalisering van sectoren en diensten en de investering die met het TNBP gemoeid is. Ook kwam aan de orde het plan van uitvoering met de strategische projectpartners Huawei en de NV Energiebedrijven Suriname. De deken van DC's, Margaretha Malonti, noemde de informatie verhelderend. De DC's erkennen de meerwaarde van het TNBP voor de gemeenschap en zegden hun ondersteuning toe aan het Telezuurproject. Daarnaast vroegen zij extra aandacht voor de beveiliging van de infrastructuur en de verdere ontsluiting van het binnenland. Telezuur zal de DC's op gezette tijden informeren over de voortgang van het TNBP. Het Telezuurproject ging in juni 2017 officieel van start en houdt in vervanging van delen van de telecommunicatie-infrastructuur door glasvezel. Het Doekie-project, Klevia, Groothenaar, Paradise en Albina zijn enkele gebieden waar netwerkdelen zijn verglaasd. Tot nu toe zijn samen circa 2000 huishoudens en bedrijven technisch voorzien van verhoogde bandbreedtes. Het TNBP moet volgens planning in december 2018 zijn afgerond.